Mooi, hè? Dat is iets anders dan de rijdende rechter. Zo. Niet te horen, Ruben, ja, hè? Goedemorgen. Zo. Dat is altijd weer even bijkomen na zo'n avondmaal, vind ik. Hè? Fijn dat we dat gewoon mogen doen, zo met elkaar. En aan Jezus mogen bedanken daarvoor en mogen denken aan wat hij heeft gedaan voor ons. Ja, ik mag vandaag spreken en dat vind ik heel gaaf, daar heb ik weer zin in. En ik wil eigenlijk gaan aanhaken op, ze hebben zo'n hele mooie cyclus gemaakt, hè? Tenminste, hebben ze bedacht en op papier gezet, Willem en Martha, om het nieuwe jaar ook wat invulling te geven en wat volgorde te geven. En Willem is begonnen met bekering. Een paar weken geleden, 2 weken geleden voor mij. Martha heeft het vorige week gehad over het vertrouwen in God hebben, geloof in God hebben. En eigenlijk wil ik daarop aanhaken en eens gaan kijken van oké, we zijn bekeerd. We geloven, maar ja, dan vallen we toch af en toe nog wel eens onderuit. En hoe moeten we dat dan zien? Hoe moeten we daarmee omgaan? En daar hebben we hele mooie voorbeelden van. En ik ben daar ingedoken en vanmorgen was ik nog even aan het bidden en samen met God even aan het kijken van ja, wat is nou echt wat u wil vertellen door de preek heen. Heeft u hem ook horen spreken vanmorgen? Want ik had het met Ruben in de auto erover. Ik zeg, ik heb even met God zitten praten, dit gehoord vanmorgen. Net zoals als Mozes dat deed. Hè, Mozes ging de berg op en het volk kon zien dat God met Mozes aan het spreken was. Toch? Ja, donder en bliksem. Dus toen ik dat zei, zei Ruben, ja, ik had eigenlijk al naar boven willen komen of het wat rustiger kon. Maar ja, dat is... ja, maar goed. Nee, ik wil het gaan hebben over onder andere de woestijn. We zien namelijk dat als Jezus besluit in zijn bediening te gaan wandelen, waarvoor hij hier op aarde is, dat hij zich laat dopen en daarna de woestijn gaat. En we zien dat ook in het Oude Testament, bij het volk van Mozes. Ze hebben besloten te gaan. En ze mogen ook gaan. En ze gaan door de zee heen, de doop. En komen dan in de woestijn uit. En we weten waarschijnlijk allemaal heel veel verhalen in die woestijn plaatsvinden. En wat er allemaal misgaat en continu maar mis blijft gaan. En ik zie de woestijn zie ik een beetje als ons leven. Ja, we hebben een keuze gemaakt. En waarschijnlijk de meesten hier, en ik hoop allemaal, zo niet, dan willen we graag voor u bidden na de dienst. Maar als je keuze hebt gemaakt, wil niet zeggen dat je daarna meteen in het beloofde land zit. En meteen alles maar halleluja en lekker is en er niks meer misgaat. Nee, helaas. Daarna gaan we de woestijn in en worden we als het ware een soort getest. Getest klinkt weer vervelend, maar je karakter wordt gevormd, laat ik het dan zo zeggen. Ja. En hoe ga je met dingen om? En ik wil daar vandaag met jullie naar kijken. Laten we er eerst een tekst bij pakken. Het is altijd goed om de Bijbel te openen voordat we starten. In dit geval een verhaal uit Exodus. We hadden het net over de woestijn, dat is een mooi verhaal denk ik. Exodus 15 vanaf vers 19. Exodus 15 vanaf vers 19. Ik lees uit de NBV. Toen de paarden, wagens en ruiters van de farao de zee in waren getrokken, had de Heer het water over hen heen terug laten stromen. Maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan over droog land. En de profetes Miriam, Aarons zuster, pakte haar tamboerijn en alle vrouwen volgden haar dansend en op de tamboerijn spelend. En Miriam zong het refrein, zing voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. Dus ze zijn vanuit Egypte zijn ze getrokken, er kwam een leger achter hun aan. Problemen, Mozes, hoe gaan we dit oplossen, want nu worden we afgemaakt. En Mozes zocht de Heer, zei, steek je staf over het water. Het water spleet, hun konden er doorheen. En toen de Egyptenaren erachteraan kwamen, liet God het water weer terugkomen. En waren ze op die manier bevrijd. Nou, daar steken we als het ware in. En dan vers 22, van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder. Dus het volk ging weer verder, de woestijn van Sur in. 3 dagen lang trokken zij door de woestijn, maar vonden geen water. Zonder water te vinden. En het is daar erg warm, dus daar krijg je nogal dorst van. Dus dan is het toch wel handig als er water komt. En dan
Ja, dan eindelijk kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, want zo bitter was het. Vandaar dat die plaats ook Mara heet. En het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Ze gingen zeuren, ze gingen klagen. Het was allemaal zijn schuld en waarom zijn we eigenlijk weggegaan en we kunnen beter terug. En dit is toch allemaal niks, nou is het water ook nog bitter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Is toch raar, hè? Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. En ze zeiden, ja, wat moeten we dan drinken? En toen, vers 25, riep Mozes de Heer aan. Hij gaf geen antwoord, maar hij zocht de Heer, hij zocht God en vroeg aan God van wat moet ik doen in deze situatie? En God wees hem op een stuk hout en zei tegen Mozes, gooi dit in het water. Hij deed dat en het water werd zoet en daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en stelde hen op de proef. Ja. Mooi, hè? De woestijn is toch een soort proeftijd, zeg ik dan altijd maar. Ja, maar goed. Vanuit dat stuk wil ik eens naar een aantal zaken gaan kijken. Het vreemde, tenminste het vreemde, misschien als wij in die situatie zitten we hetzelfde zouden doen hoor. Ik ben ook niet zo'n heel heilig boontje. Maar na de overwinningen die ze hebben gehad, na de uittocht, na het wonder dat het water splijt, dat hun er tussendoor kunnen gaan, het water terugkomt en ze bevrijd zijn, feest hebben gevierd, 3 dagen later zijn ze dat volgens mij allemaal weer helemaal vergeten en beginnen ze bij Mozes te klagen, ja wat nu en hoe zit het nu en hè? Hoe snel kan de sfeer weer omslaan in klagen en mopperen en het niet meer zien zitten. En dan inderdaad het mooie is dan achter het verhaal van ja, wat ga jij doen als je eenmaal wandelt en er gebeurt iets wat je niet had verwacht of wat je niet had gezien of wat je niet zou willen en toch gebeurt het. Ga je dan klagen en mopperen? Of ga je net als Mozes even niet reageren en tijd met God zoeken en aan hem vragen. Hoe wilt u dat ik hiermee omga? Dus niet waarom gebeurt mij dit, maar hoe wilt u dat ik hiermee omga? Hoe kan ik dit oplossen? Hoe kan ik hiermee verder? Ja, en dat zit hem dan ook weer in het stukje vertrouwen waar Martha het vorige week over had. Hoeveel vertrouwen heb je in God dat hij het beste met je voor heeft? Want er zullen continu dingen gebeuren om ons heen die ons misschien wel teleurstellen, die ons in de weg zitten. We maken fouten. En hoe reageer je daarop? Reageer erop dat God naar je kijkt met liefdevolle ogen en zegt van, joh, ik hou van jou, ik heb een groot plan met je. Ja? Ga die kant op, maak je niet druk. Of ga je iedere keer terug naar God zeggen, God, hoe kan dit gebeuren? Wat is dit nou weer? Snap je wat ik bedoel? Oftewel, dat het opeens Gods schuld is, dat dingen misgaan. Hoe reageer jij? Ja, we hebben het ook vaak over de vruchten van de geest. Hè? Nou, laat ik dan een mooie boom met vruchten zijn, maar als iemand die vrucht plukt en hij knijpt erin, wat komt er dan uit? Ja, dat is wat er in de woestijn gebeurt. Je karakter wordt gevormd. Dus als er een beetje gekneed wordt aan je en geknepen wordt in je, wat komt er dan uit? Komt er iets lekkers uit? Of komt er iets bitters uit? Want het kan wel leuk eruit zien, zo'n vrucht. Een citroen ziet er best leuk uit. Maar die moet je niet zo opdrinken tenminste. Ik vind het best lekker een beetje op mijn schnitzeltje, weet je wel. Dat is lekker. Maar om nou een hele citroen zo naar binnen te werken, nee. Wat we vaak zien is dat als mensen tot geloof komen, sommigen komen gewoon heel relaxed tot geloof. Ik kan redelijk zeggen dat ik redelijk relaxed tot geloof ben gekomen. En daar bedoel ik mee, ik zat niet enorm in de put, vol verslavingen en noem het allemaal op. Maar juist die hele krachtige bekeringen zijn vaak mensen die enorm in de put zitten, enorme problemen hebben, enorm het niet meer zien zitten. En dan God ontmoeten. En dat is aan zo'n krachtige ontmoeting, dat je zo'n enorme verandering bij mensen ziet. Vaak is wat je meemaakt, hè, die ontmoedigingen, zorgen ervoor dat je God gaat ontmoeten. En hem ook krachtig gaat ontmoeten. En daarmee is het niet Gods bedoeling dat jij iedere keer maar vervelende dingen meemaakt. Want dat geloof ik echt niet. Want God houdt van ons. Maar we leven nou eenmaal in deze wereld. En de wereld, hè, de woestijn is er voor de wereld. Dus je leeft daar nou eenmaal in en je zal dingen meemaken. Door jezelf, maar ook door mensen om je heen. En dan, ja, dan gaat het erom van, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe reageer je daarop?
Ja. God houdt van je. En sterker nog, had een heel mooi plan. En dat hebben we net samen mogen vieren. Er is een oplossing voor alles. Voor elk probleem, voor elke situatie, heeft hij een oplossing. Maar vertrouw je erop? Dat is iedere keer de vraag. Vertrouw je op hem, dat hij de situatie voor je kan gaan oplossen? Of het in ieder geval ten goede kan keren? Want vaak is zijn oplossing niet onze oplossing. Tenminste, bij mij is dat heel vaak. Ik denk van nou, als het nou zo, dan is het allemaal goed. En dan gaat het toch anders. En dan is het eigenlijk ook goed. Maar dan is het wel anders. Dus vaak is onze oplossing niet de oplossing die God voor ons heeft klaar liggen. We krijgen daar een bemoediging voor in Hebreeën 10. Hebreeën 10 vers 35 zegt, laat de moed niet zakken. Laat de moed niet zakken. Maar hou vol, want dan krijg je alles wat hij heeft beloofd. Hou vol. Jij zei het net ook al, geef niet op. Hou vol. En ja, laat zien dat je te vertrouwen bent. Hou vol, wees standvastig. Niet weg gaan rennen als het even niet lukt. Of als het even niet gaat zoals je denkt dat het zou moeten gaan. Maar hou vol. Neem je verantwoordelijkheid voor dingen die je zegt. Ben je wat je zegt? Want als het gaat om een stukje karaktervorming, is het ook van, als je iets zegt en belooft, doe je dat dan ook. Wees standvastig, wees betrouwbaar. Dat is wat God graag van ons ziet. Zo heeft hij ons ook bedoeld. Zodat andere mensen op ons kunnen bouwen en niet continu teleurgesteld raken. En kunnen we dat dan zelf? Nee, dat denk ik niet. Want daarvoor zijn we mensen. En mensen maken fouten. Ik maak ook fouten, elke dag opnieuw. Ja. Is dat vervelend? Ja, heel vervelend. Levert dat voor mij een probleem op als ik Jezus om vergeving vraag niet? Ja. Ja. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat het niet schadelijk is. Want ik heb waarschijnlijk wel schade aangebracht bij anderen. Snap je? En dan is het natuurlijk weer de taak van die ander om dat ook bij Jezus te brengen, maar goed. Dus wees wel bewust van wie je bent, wat je doet en hoe je karakter in elkaar zit. En ik wil geen belerende preek gaan geven, daar zeggen, oh jongens, weet je wel. Maar, ik denk dat het allebei kanten heeft. Ja, we zijn vergeven en elke zonde wordt opnieuw vergeven. Als je hem bij Jezus legt met een oprecht hart, zal die je ook alles vergeven, hoe vaak het ook misgaat. Maar het zit hem natuurlijk wel in met welke houding, met welk hart je dat doet. En niet denkt van, oh, het wordt toch al wel vergeven, dus oh, ik heb nog een keertje extra, doen we het gewoon nog een keer, vragen we je vergeving opgelost, klaar. Ik denk dat daar wel een nuance in zit. En we zien helaas dat in die woestijn ook continu, ja, die mensen vielen terug in oude patronen. En werden daar wel bij gevormd steeds, maar ze vielen terug weer in oude patronen. En iedere keer vertrouwden ze niet op God. En ja, waar bleef Mozes dan? En bleef maar heel lang weg op die berg. Nou, dan maken we een kalf, dan is het probleem ook weer opgelost. Ja, dus ze vielen terug in oude patronen. Maar gaat het niet zelf oplossen? Mozes zocht de Heer voor een oplossing. En er werd gewezen naar dat hout. En dat hout, dat staat eigenlijk voor het kruis, hè? Het kruis van Jezus. Het kruis van Jezus lost alle problemen op. Maar het is belangrijk dus dat als je in de problemen komt, of als je ergens mee zit, of ergens mee loopt, of je denkt van ja, dit is niet goed, maar ja, hoe kom ik er van af, dat je tijd met God gaat zoeken. En het hoeft niet alleen als het onweert, want hij spreekt ook zonder onweer. Maar zoek tijd, want we zullen vallen. Iedereen valt. Ik val ook elke dag opnieuw. Maar het is niet zo erg dat je valt. Want vallen, dat is heel menselijk. We leven nou eenmaal in deze wereld. Vallen is heel menselijk. Ik ben op de Battle geweest op vakantie. En dat vind ik altijd zo fijn. Want dan heb ik en tijd met mijn gezin. En ik ontvang een stuk woord weer. En dat verfrist weer bepaalde dingen. Dat je denkt van, oh, dat is gaaf. Dat wil ik nog eens verder uitzoeken. Dus dat is voor mij altijd een moment met en gezin en God gecombineerd in één vakantie. Heerlijk. Ik hou van vakantie. Ja. Ja, zo zal ieder zijn eigen ding hebben, maar ik hou daarvan. En daar hoorde ik dit ook. Dus af en toe leen ik wat dingen. Hè? Dus als Christian Tan nu terugluistert, denkt hij, hey, die ken ik. Ja, maar goed, dat is niet erg. Het is beter goed geleend dan slecht verzonnen, zeg ik altijd maar. Ja. Ja. Dus deze heb ik geleend, maar ik vond hem echt heel goed. Het heeft me echt aan het denken gezet. Vallen is menselijk. Iedereen valt. Maar het gaat er daarna om, wat doe je daarna?
Blijf je dan liggen of sta je weer op? Zonde is vallen. Iedereen begaat zondes. Als je zegt, ik bega geen zondes, dan zeg je eigenlijk, ik heb Jezus niet nodig. En daarmee zeg ik niet dat zonde goed is. We leven nou eenmaal in een wereld waar we af en toe als een leugentje best wel. Weet je wel? Ah joh, dat merk je toch niet. Ja? Of toch eens een keer schreeuwen tegen je vrouw of je kinderen. Of toch naar dingen kijken waar je eigenlijk niet naar moet kijken. Of iets zeggen over een ander wat je eigenlijk niet had moeten zeggen. Iedereen maakt fouten. Maar als je dan gevallen bent, wat ga je dan doen? Blijf je dan liggen of sta je weer op? Blijven liggen is dodelijk. Want daarmee zeg je, ik heb Jezus niet nodig. Het is helemaal niet fout wat ik heb gedaan, ik blijf lekker liggen. Kan ook zeggen, blijven liggen kan ook zijn dat je zegt van, ja, ik heb het al zo vaak fout gedaan. Ik blijf nu maar eens lekker liggen. Dat kan ook, hè. Dat je een bepaalde zonde misschien in je leven hebt, die je al zo vaak hebt beleden, maar waar je maar niet vanaf komt. Waar je maar niet vanaf komt. En als je dat op een gegeven moment aan maar toe gaat geven, nou ja, dat zal dan wel zo. Ik ben moe gestreden, ik blijf eens lekker liggen. Ja, let op, blijf liggen. Dat is dodelijk. Vallen is menselijk. Blijven liggen is dodelijk. Opstaan. Ja, is goddelijk, zei hij dan. Vond ik ook heel mooi. Maar je geeft leven inderdaad. Want als je opstaat, Jezus stond op uit de dood. Dat geeft je een stuk overwinning. En er staat in de Bijbel ergens, een rechtvaardige valt 7 keer. Klopt hè? Nou, 7 staat meestal voor. Hè? Oneindig veel, hè? Alles. Dus je valt regelmatig. Maar er staat nog iets achteraan. Weet iemand wat er achteraan staat? En hij staat... Want dat is belangrijk. Een rechtvaardig valt 7 keer, maar hij staat weer op. Dus waar eindigt hij mee? Met opstaan, niet meer vallen. Snap je dat? We moeten niet op de vallen gaan zitten. Hè? Want je moet de focus niet op het vallen leggen. Je moet de focus leggen op het opstaan. Dat je valt, maar sta wel weer op. Zolang je altijd maar 1 keer extra opstaat omdat je gevallen bent. Dat gaat goed. Dat is heel belangrijk. Vallen is menselijk. Blijven liggen is dodelijk. Opstaan is goddelijk. Ik vond hem heel mooi. En hij noemde er ook een tekst bij. En die heb ik ook opgeschreven. Want ik denk, ja, dat is echt... Die staat in Micha. Dus ergens een boekje. Nou, als je het gaat zoeken, dan ben je waarschijnlijk... voor de mensen die niet helemaal... Dan moet je zoeken. Ja, het is echt zoeken, Micha. Maar Micha 7 staat er. Een heel mooi tekst. Dat is eigenlijk een soort profetie. Jij die mij haat... Maak je niet vrolijk over mij. Al ben ik gevallen... Ik sta weer op. Want hij pleit voor mij, Jezus. En hij zal mij leiden naar het licht. Mooi, hè? Micha 7, vers 8. Micha 7, vers 8. Ja, je hebt natuurlijk zo'n mooie app. Ja, scheelt een hoop zoeken. Maar zo mooi, hè? Dus daar zegt Micha al, hij weet dat hij niet, hij valt. Maar hij weet ook dat er iemand is die voor hem pleit en die hem bij het licht zal brengen. En dit zegt hij gewoon tegen de duivel. Dit zegt hij tegen de Satan. Wees niet blij over mij als ik lig. Ja? Want ik sta weer op. Dat is mooi. Dus we vallen. En we staan weer op. En waarschijnlijk vallen we daarna weer. En staan we weer op. En vallen we daarna weer. Enzovoort, enzovoort. Zal Jezus mij blijven vergeven dan? Ja, ik weet het zeker. Want ook dat staat in de Bijbel. En het mooie is dat in de Bijbel alle antwoorden staan als je maar zoekt. Ja? Want er staat namelijk dat je 7 keer 70 mensen moet vergeven. Vergeven is 7 keer 70. Dus 490 keer per dag. Nou, als God het al aan ons vraagt om mensen gewoon continu te blijven vergeven. Zal hij ons niet blijven vergeven als wij fouten maken? Ik weet het zeker. Maar nogmaals. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we kijken naar waarom we vallen. Waarom vallen we? Weet dat je gered bent. Dat zeker. Maar ik heb ook een tekst. En die wil ik heel graag met u delen. Pak hem er even bij.
Die staat in Hebreeën 10, vers 26. Hebreeën 10, vers 26 staat, wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, dan is er geen enkel offer meer voor de zonde mogelijk. En dan wil ik niet daar de nadruk op leggen, want nogmaals, ik wil de nadruk leggen op Jezus, op zijn volbrachte werk. Maar we moeten niet willens en wetens blijven zondigen. Gewoon zo van, maakt niet uit, ik doe lekker waar ik zelf zin in heb. En daarna vraag ik wel weer vergeving. Want dat is vaak wat de wereld zegt, als het dan om vergeving gaat van, ja, maar hoe kan je nou een moordenaar vergeven als die op het laatste moment vlak voor zijn dood nog even voor Jezus kiest. Ja, nou ja, als die dat met het juiste hart doet, weet ik zeker dat hij behouden zal zijn. Maar het zit hem in zijn hart. Het is gesteldheid. Hoe doet hij het? Doet hij het echt vol overtuiging? Of zegt hij van, nou ja, om gered te zijn zeg ik het maar even. Weet je wel? Ik denk dat daar een heel belangrijke sleutel zit. Dus ja, we zijn vergeven. Ja, we krijgen de zegen. Absoluut. Maar er zit wel iets wat je aan moet werken in je karakter, denk ik. Ik denk dat God van ons vraagt om te werken aan ons karakter. Te werken aan ons karakter. Samen met hem. Want Mozes kreeg dat water niet zomaar zoet. Hij had het hout nodig, hij had Jezus nodig om dat water te veranderen. Wij hebben Jezus nodig om te veranderen in wie we zijn. En blijf jij vasthangen aan dingen en heb je het al zo vaak geprobeerd te veranderen. En iedere keer neem je weer voor, nou als ik nu thuis kom ga ik niet lopen mopperen. Ik ga het gewoon gezellig doen. En je komt thuis en je begint weer van, ah, dit was niet goed. De muziek stond weer te hard en de koffie was koud en de melk was bedorven, Henk. En, hè? Iets te denken bij. Ja? Blijf niet mopperen. Ja? Probeer dat te doorbreken. En kom je daar niet vanaf? Heb je een verslaving? Zit je aan iets vast waar je echt vanaf wil? Waar je echt vanaf wil, maar er niet vanaf komt. Zoek dan mensen op die jou kunnen helpen daarbij. Ga samen bidden. Ga samen Jezus zoeken. Breng het in het licht, want dan, daar waar licht is, kan geen duisternis zijn. Dan zal het doorbroken worden. Ben je ziek en het wil maar niet overgaan? Je blijft er last van hebben. Ga je erover mopperen? Ga je erbij neerleggen? Of ga je aan God vragen, hoe kan ik hiermee omgaan? Niet waarom, maar hoe. Hoe kan ik hiermee omgaan? En ja, misschien heb ik wel makkelijk praten, want ik ben gelukkig niet ziek, maar dit is wel wat we lezen. Geen waarom vragen stellen, maar hoe vragen. Want hij heeft er een bedoeling mee. Hij wil het ten goede laten werken. Want ik vind het altijd moeilijk om te zeggen, ja, dat is Gods bedoeling dat je ziek bent. Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar hij kan het wel gebruiken om misschien wel andere mensen bij hem te brengen door jou. Door hoe jij je gedraagt in die situatie. Hoe jij bent omgegaan met jouw zonde. Hoe jij bent omgegaan met misschien wel je financiële nood en noem het allemaal maar op. Of met je teleurstelling in mensen. Dat is iets waar ik best voor mij heb gestreden de afgelopen jaren. Hoe ga je om met mensen die je continu maar teleurstellen? Ja. En dan moet ik nog steeds leren hoor. Ik ben nog lang niet klaar. Maar het is goed om daar in God te zoeken en dan niet te vragen waarom gebeurt me dit? Maar hoe wilt u dat ik hiermee omga? En vaak is het dan ook goed om af en toe even terug te kijken. Niet terug te gaan, maar wel terug te kijken. Wat heeft Jezus, wat heeft God in mijn leven gedaan de afgelopen jaren? Wat heb ik meegemaakt? Waar ben ik doorheen gegaan? Hoe ben ik eruit gekomen? Want dat is vooral ook belangrijk. Je hebt nou eenmaal dalen en pieken. Soms weer een enorm fijne tijd. Ja. En daarna kan het zo weer zijn dat je in een dal terechtkomt. Maar kijk af en toe eens terug. Kijk af en toe eens terug. En vaak als je terugkijkt zie je meestal alleen maar de pieken. Dat is dan wel heel fijn. Ja. God is genadig. En hij heeft Jezus gestuurd om een voorbeeld voor ons te zijn. Jezus ging ook de woestijn in. Hij viel gelukkig niet. Dat is mooi. Hij had ook de Heilige Geest om hem te helpen. En die Heilige Geest die is er nu ook voor ons. Voor ons allemaal. Je hoeft niks alleen te doen. En lukt het je toch niet? Zoek dan mensen op in de gemeente of in je vriendenkring om je heen. Die ook geloven en geloven dat Jezus je wil helpen. Dat hij voor jouw zonde gestorven is. En ga samen bidden. Maar keer niet terug. Dat is eigenlijk de boodschap van vandaag. Keer niet terug. Val je prima. Maar sta weer op. En keer niet terug. Op een gegeven moment in de woestijn wilden ze zelfs terug.
Zei ze, weet je, Mozes, we kappen ermee. We gaan gewoon met z'n allen weer terug naar de Egyptenaren, dan hebben we het veel beter. En dat is zo jammer, hè? Want dat zie je soms ook bij christenen gebeuren. Ze zijn komen te bekering, helemaal vol enthousiasme, worden teleurgesteld links en rechts, vooral door hun enthousiasme. Dan lopen ze overal deuken op, hè? Want dat is vaak, als je net tot geloof bent, helemaal geweldig, wil je het aan iedereen vertellen en niemand wil het horen. Dus je loopt overal deuken op. Ja, en hoe ga je daarmee om? Er wordt ons alleen maar gevraagd om het te vertellen. We hoeven ons niet druk te maken hoe die mensen het ontvangen. Daar hoeven wij ons niet druk over te maken. We hoeven het alleen maar te vertellen. Ja, toch? Maar inderdaad loop je al die deuken op en sommige mensen haken af en dat is zo jammer. Dat is eigenlijk het terugkeren naar de Egypte, terug naar je gevangenschap. Terwijl je verlost was. Je was bevrijd, man. Ja, toch? En daarmee zeg je eigenlijk, ik heb Jezus niet nodig. Of Jezus kan het voor mij niet oplossen. En dat is eigenlijk het treurige in het verhaal. Dus ik wil u aanmoedigen, want dat is waar ik u voor wil aanmoedigen. Niet om u te wijzen op zonde, maar om u te wijzen op de oplossing. Focus je niet op het probleem, op de fout, op de ziekte, op de moeite. Hoe lastig dat soms ook is. Maar focus je op Jezus. Hij heeft een oplossing voor jou. Daar heb ik ook al een keer over gepreekt. Focus op Jezus. Dat moet je focus zijn. Want dan zal je ook heel anders kijken naar de dingen die misgaan. Amen. Ik vond het eigenlijk wel genoeg voor vandaag. Ik wil met jullie bidden. Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel dat we bij u mogen komen. Dat de weg vrij is. Heer, dank u voor uw plan. Het is misgegaan en het... In alle verhalen die we ook in de Bijbel lezen, zien we dat dingen steeds misgaan. Maar we zien ook dat u steeds weer opnieuw de mensen een kans geeft, ons een kans geeft. Dat u zelfs een heel mooi plan achter de hand had. U heeft uw eigen zoon gestuurd naar deze wereld om ons vrij te maken van de problemen, de moeites, de ziekte. U heeft het volbracht, Heer Jezus. En dat is wat u van ons vraagt, om daarin te gaan staan, daarin te gaan vertrouwen, dat te geloven. En u wilt ons helpen om iedere keer op de juiste weg te blijven lopen. U heeft uw geest gestuurd. En Heer, ik bid u, Heer, dat u mensen op dit moment in de zaal aanraakt. Dat u ze openbaart waar misschien nog valkuilen zitten. Om ze te helpen om die valkuilen te ontwijken. En mochten ze toch struikelen en daarna op krukken weer de gemeente inkomen, Heer. Dat u ze geneest. Dat u ze geneest en weer verder helpt. Ik dank u, Heer, voor wie u bent. U wilt ons schoonwassen. U wilt ons niet wijzen op wat we fout doen, maar u wilt ons wijzen op het kruis. U wilt ons wijzen op uw verlossingsplan met ons. Heer, geef ons kracht, Heer. Geef ons kracht en geef ons focus. Heer, we willen u ontmoeten. We willen u ontmoeten ook deze ochtend, Heer. Heer, want we zijn nou eenmaal in een gebroken wereld. En ik weet zeker dat er mensen vandaag, deze ochtend, bij elkaar zitten hier. Die pijn hebben, die moeite hebben, die misschien wel gebroken zijn. Of zeggen van, ja, maar ik ben zo moe van iedere keer dat opstaan. Ik heb er de kracht niet meer voor. Heer, ontmoet ons deze ochtend en geef ons nieuwe kracht. Heer, we willen voor deze mensen bidden, Heer. Ik bid u, Heer, dat u op dit moment met uw geest door de zaal heen waait. Heer, uw bloed reinigt ons van al onze zonden. Uw striemen hebben ons genezing gebracht van al onze ziekten. Uw moeite en pijn hebben ons verlossing gebracht van al onze problemen. U belooft ons, Heer, dat u een voorziener bent. En daar willen we in gaan staan en in gaan wandelen. Heer, ik dank u, Heer, voor wie u bent. Ik dank u, Heer, voor wie u bent. U heeft al zo vaak mij helpen opstaan, Heer. En ik wil dat een ieder dat zal ervaren. Ook een ieder die dat misschien nog niet heeft ervaren. Dat u op dit moment aanklopt aan de harten. Dat mensen een keuze opnieuw voor u zullen maken. De focus opnieuw op u zullen richten. U bent niet boos op ons, Heer. U bent niet boos op ons, u houdt van ons. En u wilt elke dag opnieuw starten met ons.
En zo daagt u ons ook uit om elke dag opnieuw een keuze te maken om met u te wandelen. Elke ochtend als we opstaan, mogen we opnieuw een keuze maken om die dag opnieuw met u te beginnen. Opnieuw met u te beginnen. En aan het einde van de dag lopen we weer door alle dingen heen. En zegt u, het maakt niet uit. Ik vergeef je. Heer, help ons zo de komende tijd. Maak ons sterk. Leer ons minder te struikelen. En leer ons ook om ons heen te kijken om misschien anderen te helpen weer op te staan. Want blijven liggen is dodelijk. Opstaan is goddelijk. En ik wens dat iedereen zal opstaan deze ochtend. Om opnieuw met u te beginnen. Vrij van alle problemen, van alle banden die er zijn. We verbreken ze in de machtige naam van Jezus. Dank u, Jezus, voor wat u heeft gedaan. Amen. Amen. Als u wil dat het door wordt gebeden, of heeft een probleem waarvan je zegt van ja, maar ik wil er echt van af, het lukt maar niet. Nodig ik u echt uit om naar het gebedsteam te komen straks. Heb je nog nooit een keuze gemaakt om daadwerkelijk Jezus aan te nemen als Heer en Verlosser van jouw leven? Dan daag ik je ook uit. Kom straks naar het gebedsteam. Het hoeft niet voor in een zaal. Het kan ook straks daar. In alle rust. Het is een keuze die je zelf moet maken. Die je zelf mag maken. Amen. Dankjewel, Erwin. Kleine aanvulling. Als je dan door de week zo alleen voelt, zijn er ook huiskringen.